Hallo, ik denk dat ik maar moet beginnen met een bekentenis. Mijn band met schrijfster Simone van der Vlucht gaat ver terug. Niet dat zij dat weet, maar lang geleden speelde ik een niet onaanzienlijk rolletje in een toneelstuk gebaseerd op De Amulet, de historische jeugdroman waarmee de schrijfster debuteerde. En sindsdien heb ik een emotionele band met de woorden van Van der Vlucht. Daarnaast geef ik enkele dagen in de week les op een middelbare school. En de boeken van Simone van der Vlucht zijn jaarlijks terug te vinden op enkele literatuurlijsten van examenleerlingen. En dat is best logisch, want ze schrijft overzichtelijke boeken met kraakheldere zinnen. Thrillers met spannende verhaallijnen en historische romans waar je soms ook nog wel wat van kunt opsteken. Zeker als middelbare scholier. En een belangrijk element in haar boeken is dat de hoofdpersonages vaak vrouwen zijn die sterk in hun schoenen staan en het verschil kunnen maken. Zeker ten opzichte van dat andere geslacht. En door die literatuurlijsten van leerlingen die het boek soms bij moeder uit de kast pakken, heb ik inmiddels zo'n 12 titels al van Van der Vlucht gelezen en kan ik me dus een redelijk ervaren lezer van haar boeken noemen. Tot zover deze narcistische inleiding. Sinds enkele weken staat De Zondewaard in de bestsellerlijst. Weer eens een thriller nadat ze jaarlijks een historische roman publiceerde. Het is haar 22e boek in de lijst sinds deze in 2003 voor het eerst werd gepubliceerd. Maar zoals een lijstje op haar Wikipedia-pagina laat zien, komen haar boeken tegenwoordig niet meer zo hoog in de lijst en staan ze er ook korter in. Met dit boek lijkt Van der Vlucht terug te grijpen op de thema's en de opzet van haar laatste thriller die op nummer 1 stond, namelijk Op klaarlichte dag. Net als in dat boek is er aan het begin direct sprake van een ontvoering van een kind. En je weet ook door wie, want Van der Vlucht schrijft meestal geen who done it, maar een why done it. In beide boeken vallen schuldige en onschuldige slachtoffers. Er wordt een huis in brand gestoken om sporen uit te wissen en er worden vakantiehuizen bezocht om te schuilen. Ook is er sprake van een dubbele achtervolging. De politie achter een misdadiger en een misdadiger achter een andere misdadiger. En er zit in beide boeken een motief van wraak. Tot zover de overeenkomsten. In dit boek voegt de schrijfster daar ook nog wat andere lijntjes aan toe met de cultuur van de Jehovah's getuigen. Een prille lesbische relatie, een verkrachting, een naamswijzigingen, een ernstig ziek kind, een erfenis, een gevangenisverleden en ondertussen ligt er ook nog iemand ergens te baren. Kortom, het is allemaal een beetje veel. En Van der Vlucht geeft de lezer aan het einde nog zoveel draaien om de oren dat de geloofwaardigheid op een gegeven moment wel erg ver te zoeken is. Maar twee andere aspecten stoorden mij ook tijdens het lezen. Zo doen de misdadigers aan het begin van het boek heel erg hun best om maar niets te zeggen over waarom ze het kind hebben ontvoerd. Terwijl aan het einde van het boek, wanneer er zojuist iemand is neergeschoten, er een dialoog plaatsvindt waarin heel gedetailleerd en heel precies aan de lezer alle informatie wordt gegeven. Sowieso lijken de dialogen maar twee functies te hebben. Of ze houden het tempo van de plot in stand, of ze geven de lezer nuttige informatie. Zelfs het kind van 5 doet in vrij formele zinnen haar best om de lezer terzijde te staan. En dan zijn de dialogen ook nog eens van een bedenkelijk niveau. Ik wil het niet, maar het kan niet anders. Als je het geloof verlaat, heb ik geen zus meer. Ik zal altijd je zus zijn, niemand kan dat veranderen. En mijn deur zal altijd voor je openstaan. Of wanneer de rechercheur zijn vrouw aan de telefoon heeft. Ruud blijft abrupt staan. Wat is er gebeurd? De weeën zijn begonnen. Maar dat is 2 maanden te vroeg. En dat wist zijn vrouw natuurlijk ook wel, maar de lezer nog niet. Dat warme plekje voor Simone van der Vlucht is wat kouder geworden met dit boek. De schrijfster lijkt zo gefocust op de verrassende wendingen en op de snelheid van de verhaallijn dat ze zelfs het hele show-don't-tell-principe overboord heeft gegooid. De personages zeggen of denken dat ze iets voelen, maar hun gedrag is verder zo kil dat er maar weinig emoties aanwezig zijn.